Guys, Job hier, aka de Tuber. Welkom terug bij deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. En het is weer tijd voor Notch Survival. Vandaag jongens en meisjes gaan wij wat heel tofs doen. Wat niet alleen in de band staat van een bepaald karakter, van een bepaalde serie, cartoon of misschien wel game. Nee, vandaag gaan wij iets bouwen wat allemaal te maken heeft met jullie. Ik ga namelijk het Team de Tuber clubhuis bouwen in deze video. Heb ik een hele hoop zin in, maar voordat ik daarmee begin, like deze video massaal als ik in een van de komende video's weer huizen moet gaan onderzoeken om te kijken of ik misschien cadeautjes heb gekregen. Ik heb natuurlijk vrij recent het huis gemaakt van de Teletubbies en misschien dat hun daarvoor wel wat speciaals hebben neergelegd. I don't know. We kunnen dat gaan checken. Als jullie dat leuk vinden, dan moet je gewoon even een blauw duimpje omhoog doen en laten we gewoon lekker gaan beginnen. In deze drie kisten heb ik alles zitten wat ik nodig heb voor het clubhuis. Het clubhuis gaan wij maken in twee verdiepingen. En het gaat erom dat het een clubhuis is waar Team Dutchuber in Minecraft bijeen kan komen. Niet legit natuurlijk, maar dat is een beetje het idee erachter. Waarin wij kunnen slapen, logeerpartijtjes, tv kijken, gamen, lekker eten. Alles wat positief is. Alleen maar positiviteit. En om die positiviteit duidelijk te kunnen reflecteren in de vorm van blokken, bam! We gaan het allemaal maken met spectrum blocks. Rode spectrum blocks, groene spectrum blocks, gele, witte, paarse, oranje en roze. Dat zijn speciale blokken met een regenboogsymbooltje erop die eigenlijk laat zien dat Team Dutchuber iedereen accepteert, welke kleur je ook bent, hoe je ook denkt. Tenzij je psycho bent, dan moeten we er even over nadenken. Teambespreking. Maar dat dus. Daarnaast heb ik hier een aantal nieuwe tools die ik heb gekregen in een nieuwe mod die ik heb toegevoegd speciaal voor deze video. En dat zijn rainbow tools. En dat vind ik heel erg vet. En die wil ik dus ook ergens daar zo gaan ophangen. Leek mij een leuk idee. En natuurlijk Easter eggs. Want hey, iedereen houdt van Easter eggs. Dus dat is natuurlijk iets wat wij daar ook even in moeten gaan plaatsen. In het Dutchuber Clubhouse. En misschien dat ik er wel een Wall of Fame in maak. Waarop jullie kunnen komen als jullie de afleveringen liken, abonneren en leuke reacties achterlaten. In ieder geval, laten wij lekker gaan beginnen. En natuurlijk heb ik weer wat Dark Oakwood Leaves. Waarop ik de kerstballen kan hangen. De vorige keer heb ik dat gedaan met het huisje wat ik voor Alex heb gebouwd. Of Alex, de vrouwelijke Minecraft speler. Maar deze keer doen we dat gewoon met allemaal verschillende soorten kleuren. Kerstballen, omdat dat natuurlijk een lekker vrolijk huis moet zijn. Hierin heb ik lekker veel bedden, lekker eten en natuurlijk een hele hoop computers, banken en televisies waar wij met z'n allen gebruik van kunnen maken. En in deze kist heb ik het dak en ik bedoel, ik ben natuurlijk wel een beetje raar. Ik neem maar dat jullie ook niet helemaal 100% zijn. Nee, grapje. Ik bedoel, iedereen is natuurlijk apart op zich en het leek me leuk om dat te laten zien door middel van een dak van paddenstoel. Like. Waarom ook niet? En natuurlijk een hele hoop gele bloemen, omdat geel mijn lievelingskleur is. Jongens, ik heb er een hele hoop zin in. Voordat wij de video beginnen, bam! Dino bike. Oh yeah! Het lijkt alsof ik de dino ben, maar in realiteit zit ik op de dino. Dit is amazing. Kijk dan. Ik vind het nog steeds zo ongelooflijk vet dat ik die mod heb toegevoegd. Het ziet er zo leuk uit. En naast de dino bike, bam! Oh my god, kijk dan! Het is de fucking paashaas. Ik wil zeggen de kerstman, maar ik heb nog net eerder de kerstman gezien met zulke grote oren. Oh, dit is zo tof, jongens en meisjes. Ja, ik wou het gewoon even laten zien, jongen. Ik ben gewoon de paashaas, weet je wel. Dat kan gewoon in de video's hier op mijn YouTube-kanaal. Sorry paashaas en sorry dino. Ik kan er nu wel letterlijk in veranderen. Dat is op zich best wel grappig. Maar nee, wij gaan lekker beginnen met het bouwen. En we gaan dus gewoon meerdere lagen doen. Dus ik heb er een hoop zin in. We gaan beginnen met de gele laag en zo gaan we vanzelf wel door. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eindresultaat hiervan gaat zijn. We gaan gewoon een vrolijk huis ervan maken. En het gaat allemaal om de positiviteit die het huis uitstraalt. Dat is een beetje een soort van, ons doel, om het even zo te zeggen. Dat is ons doel. Even kijken. Qua symmetrie is het niet helemaal perfect. Maar we doen natuurlijk ons best. In ieder geval, jongens en meisjes, laat natuurlijk in de comments weten of jullie nog andere ideeën hebben van dingen die ik in de komende afleveringen van Notch Survival moet gaan doen of moet gaan bouwen. Kan van alles zijn. Misschien denk jij even, nou, ik ken nog een bepaalde televisieserie waar een karakter in zit die echt wel een huis verdient in jouw Notch Survival wereld. Dan kun je het laten weten, maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij een bepaalde game kent met een bepaald game karakter wat erg bekend is en die een huis nodig heeft hier zo. En ik wou natuurlijk een van de komende afleveringen het Creeper huis gaan maken. Het Creeper Clubhouse of gewoon het huis voor de Creeper zelf. Gemaakt van TNT, waar we dus goed mee moeten uitkijken, want ik ben wel iemand die heel erg veel van TNT houdt, maar zeg maar meer het ontplofgedeelte ervan, dus daar moeten we wel even rekening mee houden. In ieder geval, ik moet zeggen dat ik het erg leuk vind om nu zo vrolijk huis te maken. Regenbogen zijn sowieso leuk. Ik bedoel, iedereen houdt van regenbogen. Dat is zeg maar wel mooi aan regen. Regen is over het algemeen gezien nooit leuk, maar soms als je geluk hebt, komt er wel wat leuks door tot stand, en dat zijn natuurlijk regenbogen die iedereen leuk vindt en die iedereen aanspreekt. Tenminste, ik denk bijna
bijna iedereen. Want regenbogen zijn kleurrijk en kleuren zijn leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is nou eigenlijk de bekendste lievelingskleur? Wat is jouw lievelingskleur? Laat het mij hier beneden in de comments weten. Ik bedoel, het is tegenwoordig natuurlijk wel een beetje weg met dat stereotypische. Dat iedereen denkt dat jongens blauw mooi vinden en meisjes roze. Dus ik ben benieuwd wat de lievelingskleur is van mijn kijkers. Laat het hier allemaal beneden weten in de comments. Desnoods doe je het door middel van een emoji via je telefoon. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon typen met letters. Ik ben in ieder geval benieuwd. Nou, dan gaan we nog even een rijtje met geel doen. En dan we gaan er een lekker hoog clubhuis van maken, jongens. Dat is tenminste wel de bedoeling. Even kijken. Dan hebben we nog een rijtje met geel. Nou, we pakken overal weer een beetje van. Let's just freaking do this. En we gaan dus één verdieping gaan we helemaal inrichten met bedden. Ik bedoel, wat zou eigenlijk het grootste logeerpartijtje ooit geweest zijn? Met misschien wel 100 mensen of zo. Zou iemand wel een heel groot huis voor moeten hebben. Maar in ieder geval, we gaan het even checken. Wij hebben groen vervolgens nodig. Ik doe het namelijk op een soort van volgorde. Ik vind het er wel heel tof uitzien, deze blokken. Dit hoort allemaal bij een soort van rainbow mod. En ik vond het dus best wel vet, want ik dacht, hey, nu we toch een clubhuis gaan bouwen, waarom passen we dat niet gelijk toe? Kijk eens aan. En na groen kwam rood. Oftewel ongesteldheid. Ik bedoel rood. Ja, nee, waarom ook niet. Kleurrijke dingen zien er meestal ook gelijk lekker uit. Hebben jullie dat niet? Als jullie iets kleurrijk zien. Bijvoorbeeld in de vorm van een vierkantje of een rondje. En het lijkt bijvoorbeeld op snoep dat je het gelijk wil eten. Dat is denk ik ook het gevaar met die wasmiddelen van tegenwoordig. Omdat het er allemaal zo kleurrijk en zo mooi uitziet. Krijg je gewoon zin. Ja, tenminste als je volwassen bent natuurlijk niet. En als je weet hoe gevaarlijk het is ook niet. Maar voor jonge kinderen is het nogal gevaarlijk. Want die kunnen letterlijk de illusie krijgen vanwege al die leuke kleurtjes. Dat het iets is zoals snoep. En ja, dat moeten we niet hebben. Want dat is niet zo heel erg positief. Als een kind aan de wasmiddel begint te zitten. Dat zie je tegenwoordig ook heel erg vaak op tv. Dat mensen daarvoor uit moeten kijken. Nou, ik heb geen kind. Nog niet. Ik hoop dat het voorlopig nog niet gaat gebeuren. Dus ik hoef er niet blij voor. Of ik hoef er niet blij voor te zijn. Ik hoef er niet bang voor te zijn. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Nou, ik denk op zich dat dit wel goed is. We moeten nog één laagje met paars doen. En dan zijn we denk ik wel klaar. Oh my god, mijn neus jeukt zo erg, jongens en meisjes. Het ergste wat je kunt hebben is als je jeuk hebt op een plek waar je niet bij kunt. Eerlijk, jongens en meisjes. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben een jeuk op een bepaald gedeelte van hun rug waar ze amper bij kunnen. Dat is zo naar. Dat is zo naar, echt waar. Ik haat dat. Maar ja, in ieder geval, verkoudheid is nog steeds niet helemaal verdwenen. Ik zie trouwens dat het niet helemaal symmetrisch is. Of maken we net, wacht even, hoeveel blokjes zijn hier? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus, wacht. Als we dit nou hier weghalen. En we halen deze hier weg. Wacht even hoor. Ik ben even iets aan het uittesten. Nu, en deze, nee wacht. En dan moet er hier eentje aan vast, geloof ik. Is dat het? I don't know. We gaan het gewoon even proberen. Ik ga even alles hier neerzetten. Dan gaat het allemaal even een stukje sneller. Ik geloof dat ik zojuist iets heb gedaan wat helemaal niet tactisch was. Maar dat zullen we wel even zien. We gaan het gewoon even allemaal plaatsen. Groen, rood, oranje en paars. Is het nu symmetrisch? We hebben nu al 3. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ja, dan moeten we gewoon even hier iets in het midden doen. En dan hebben we 2 deuren. Dan doen we hier nog even een rijtje in het midden met alle goede kleuren op goede volgorde. En dan hebben we zeg maar 2 deuren die wel separate, oftewel apart van elkaar zijn. Maar dat moet op zich ook niet een big issue zijn. Kijk eens aan, jongens en meisjes. We freaking did it. Nou, ik ben tevreden. Welke kleur zullen we het plafond doen? Ik heb wel een leuk idee. Laten we het plafond van die witte kleur doen. Want die heb ik namelijk tot nu toe nog niet gebruikt. Ik weet niet eens waarom. Het ziet er geloof ik best wel vet uit. Spectrumblok, daar gaan we, jongens en meisjes. Wow, lijkt op een soort van iron blok met een regenboog erin. Oh my god. Ik zou eigenlijk wel gewoon een regenboog... Ja, ik wil al de hele tijd eigenlijk een keer regenboog slime hebben. Ik weet nog dat ik een keer op regenboog slime reageerde. Waarvan je echt dacht dat het van die hele mooie regenboog slime was. En uiteindelijk was het gewoon doorzichtige slime met een regenboog plakketje eroverheen. Ik weet niet of jullie die video nog kunnen herinneren waarin ik daarop reageerde. Maar dat was zo erg. Ik dacht bij mezelf van, oh my god, regenboog slime. En dat was uiteindelijk dus gewoon helemaal niet, oh my god, regenboog slime. In ieder geval, let's go. Ik zou eigenlijk best wel graag eens een keer regenboog eten willen proberen. Ik heb al eens een keer een regenboog tosti gezien. En ik heb geloof ik eens een keer een regenboog koekje gezien. Dat is allemaal best wel epic als je het mij vraagt. Oké, dan moeten we het hier nog even één keer doen. Oh my god. Er zijn ook geloof ik wereldrecords. Zeg maar, ik heb eens een keer gekeken naar wat nou eigenlijk de Minecraft wereldrecords waren. Want dat leek me wel interessant. En er is dus ook een wereldrecord dat je dan verschillende soorten layers hebt. Waarop je dus moet hakken. Een layer van zand bijvoorbeeld. Een layer van hout. En een layer van steen. En dan moet je dus heel snel switchen tussen tools om zo snel mogelijk beneden te komen. En het wereldrecord daarvan is zo snel. Er zijn mensen die zulke snelle reflexen hebben dat ze dat legit gewoon kunnen. Oh nee, wacht, ik moet het gewoon zo doen. Ja, oké, okay, nice. Ik dacht wel even dat ik iets helemaal verkeerd had gedaan, maar dat viel best wel mee. Oké, okay, nou, we gaan het even fixen en dan kunnen we beginnen met het inrichten. Ja, we hebben alleen geen glas geplaatst, bedenk ik me nu in één keer. Dat is ook niet erg, weet je. Wij hebben geen daglicht nodig, wij zijn gamers, wij zijn doorhalers. Nee, daglicht is eigenlijk best wel noodzakelijk. Maar oké, okay, maakt niet uit verder. Wij hebben als het goed is de deuren, maar laten we eerst even de vloer fixen. Ja, wat gaan we eigenlijk doen met de vloer? Gaan we die ook een soort van regenboogachtig maken of dat niet? Lijkt mij op zich best wel een leuk idee om dat te doen.
Of maken we hem, ik heb wel een idee, we maken hem gedeeltelijk regenboog en gedeeltelijk niet. Laten we dat ook doen. Jullie denken misschien van, nee, joh, gedeeltelijk regenboog, gedeeltelijk niet, wat de hel bedoel je daarmee? Ik zal het jullie zo meteen laten zien. Maar nee, ik ben, oh, misschien heeft Alex ook wel een cadeautje voor mij. Want ik vond dat huis van haar wel heel erg mooi, als jullie de vorige aflevering niet hebben gecheckt. Gaan we checken, want ik ben daar best wel tevreden mee, eerlijk gezegd, hoe die eruit zag. Zo, nice. Oké, en ik wil eigenlijk een keer een legerbasis maken. Dat lijkt me ook heel erg vet. Vooral als echt de pleuris uitbreekt hier in Not Survival. Dat er een leger is die kan toetreden, zeg maar. Oké, nee. Gaan we hier ook regenboog doen? Ja, zullen we hier... laten we hier ook gewoon regenboog doen, joh. Waarom ook niet? Laten we hier ook gewoon lekker een regenboogstukje doen. Zo, en dan krijgen we een stukje groen. Hoppakeetje. En dan krijgen we een stukje oranje. Lekker, lekker, lekker. De kleur van Holland. En hebben we nog een stukje? Een stukje roze. Kijk eens aan. En dan moeten we weer een stukje paars hebben. Maar daar hebben we niet genoeg van. Dus we moeten overal weer een beetje van bij pakken. Zo, ik pak gewoon alles. En dan zal ik ongetwijfeld nu overal wel genoeg van hebben. Een stukje paars. En na paars kwam weer rood. Hartstikke mooi. Dit is niet op de volgorde. Of dit zijn niet echt letterlijk de kleuren van de regenboog of zo. Dus op dat gebied zit ik waarschijnlijk heel erg fout. Maar het ziet er wel hartstikke mooi uit. Even, of nou, tenminste, de regenboog heeft eigenlijk alle kleuren. Je weet wel, alles wat er tussenin zit, heeft het eigenlijk wel. Oranje gaan we nog doen. En na oranje kwam de enige echte roze weer. En dan hebben we nog één kleur. En dat is paars. Is dat paars? Ja, dat is paars. Of is dat... Ja, ik geloof dat het paars is. Ja, dat is paars. Nou, dan zijn we klaar, jongens en meisjes. Dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie van het eindresultaat vinden. Oh, dit ziet er wel vrolijk uit hoor, jongens en meisjes. Een echt clubhuis. Een echt freaking clubhuis. Zo, kijk eens aan. Nou, de rest van de blokken kunnen we allemaal weer wegdoen, want die hebben we namelijk nu niet meer nodig. En het moment is nu aangebroken dat we gaan beginnen met de in... Oh, wat doe ik nou weer game mode? Ik moet even time set D doen. Time set D. Oh nee, wacht, de tweede verdieping. Oh, ja, de tweede verdieping. Laten we die wel gewoon maken met, zeg maar, de kleur waarvan we ook het plafond hebben gemaakt. Of nee, dat kan helemaal niet. Tuurlijk niet. We moeten dat gewoon weer hetzelfde doen als hier. Dus we hebben alles weer nodig. Oh my god, ik heb helemaal niet goed gekeken. Even kijken. Hier een stack van, hier een stack van. Pak gewoon overal twee stacks van. Dan moet het op zich wel goed komen, denk ik. Dan komen we wel een heel eind. Zijn we er eentje vergeten? Ik denk dat we alles weer hebben, right? Ik geloof het wel. Of paars. Nee, paars hebben we nog niet. Zo, nu hebben we alles weer. Cool. Nou, dan gaan we dan nog even fixen het plafond. Waar zullen we die maken? Laten we het plafond op deze hoogte zo doen. Ja, dat is perfect. Nou, als we het plafond hebben gemaakt, jongens, dan kunnen we gaan beginnen met het inrichten. Dan hebben we namelijk voor de rest alles gefixt. Hoppakeetje. En de volgende kleur die we hebben, dat is le groen. En le groen, die heb ik le hier. Ik zag vandaag zo'n grappige post op Instagram. Ik ging echt stuk. Dat is best wel een goede grap om uit te halen bij mensen die, zeg maar, alles perfect willen hebben. Er was namelijk een jongen, die had Skittles gekocht. Die had van die peanut butter snoepjes gekocht. Die zien er hetzelfde uit als Skittles. En die had M&M's gekocht. Dus eigenlijk de uiterlijke van die drie zijn precies hetzelfde. Maar de binnenkant is natuurlijk heel anders. Want eentje chocola, eentje die is Skittle, eentje die is pindakaas. En die had hij toen bij zijn vriend allemaal door elkaar gegooid. En die guy die werd helemaal paar. En die dacht, oh my god, is dit nou Skittle, is dit nou chocola, is dit nou pindakaas? Dus dat is wel een hele goede manier voor mensen die alles perfect willen hebben. Ik heb een hele hoop van die soort van grappige manieren gevonden om je vrienden te foppen. Ik heb het ook eens met tandpasta gezien. Dat ze dan iets met die tandpasta doen. Dat wanneer ze het op hun tandenborstel doen, dat er dan allemaal vieze vloeistof uitkomt. Wat een beetje lijkt op plas of zo. Dan wil iemand net zijn tanden gaan poetsen. Of iemand die iets in de tandpasta had gedaan, waardoor zijn tanden tijdelijk even zwart waren. Oh my god, dat zou zo erg zijn. Dat als je Mattie zijn tanden poetst en hij is klaar, dat hij dan bijvoorbeeld na een hele belangrijke bespreking gaat en zijn tanden zijn gewoon zwart. Like, dat klinkt heel erg chill. Oh my god. En natuurlijk de ouderwetse grappen. Een punaise op de stoel van je leraar of lerares. Ik weet niet of dat ouderwets is, maar ik heb dat super vaak gezien. Maar dat moet je niet doen. Doe dat alsjeblieft nooit. Dat is fout. Oké, leraar prank is grappig. Ik heb niks anders gedaan toen ik op school zat. Maar gewoon even voor de zekerheid zeg ik dat jullie het niet moeten doen. Kijk eens aan, jongens. Nou, cool. De deuren. En de deuren die zijn hier zo. Nou, die plaatsen we hier. Deur 1 en deur 2. En natuurlijk even, is ook wel belangrijk om te hebben. Laten we dat even gaan fixen. Game mode 1. Oh shit, deed ik het helemaal verkeerd. Game mode 1, dan wil ik even een sign hebben. Een hele mooie golden sign waarop ik schrijf. Team, hashtag team. Team Dutch Schuber Clubhuis. VIP only. VIP only. Zo, en een hele hoop. Oh, VIP online. Ik ben zo gaat het online schrijven. Als ik die O en L typ. En een aantal hartjes. Zo, kijk eens aan. En met VIP bedoel ik natuurlijk eigenlijk iedereen die in Team Dutch Schuber zit. Maar VIP klinkt gewoon hartstikke cool. En dan hebben we dus even twee buttons nodig. Of nee, laten we er gewoon lekker veel pakken. Joh. Dan zitten we sowieso goed. Gamer 0. Zo, doen we hier een button. En doen we hier een button. En binnen doen we natuurlijk hier een button. En doen we hier een button. Of wacht eens even. Oh, daarmee gaan ze allebei over. Nou, kijk eens aan. Dan is heel het probleem opgelost. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Nou, dat is hartstikke mooi. Laten we dan nu even de inrichting gaan fixen. Want dat is natuurlijk altijd het leukste.
Een hele hoop koelkasten, een hele hoop banken, een grote setup, zooi. Ja jongens, we gaan er wat hartstikke leuks van maken. De blokken die mogen van mijn part allemaal weer weg. Dan beginnen we met de plaats van de koelkasten en de banken. En natuurlijk dit. Moeten we geen koffie... Oh shit, wat doe ik? Ja zo, oké, we gaan eens even kijken. Ik wil zeggen, moeten we geen koffietafeltjes hebben voor bij de bank? Maar dat is niet heel erg belangrijk. Dit is gewoon voor mensen, voor team Dutch Superleden. Die gewoon even lekker willen uitrusten na een hele dag gamen. Die denken van nou, we hebben het wel even gezien voor nu. Dan kunnen ze lekker hier zo bij de bank gaan chillen. Wat als we nog een rond doen? Hé, hey, dat is een leuke bank. En als we dan dit zo doen, dan kunnen ze alsnog hier verder gamen. Oh my god, dat is fantastisch. Kijk, bam, 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 bam. Dan kunnen ze alsnog met z'n allen verder gamen. En dan hier komt een enorme setup zo. Een enorme, insane grote setup waar ze met z'n allen lekker kunnen gamen. Ja, jongens en meisjes, ik doe dit voor jullie, hè. Ik doe dit allemaal voor jullie. Met natuurlijk allemaal stoeltjes erbij. Wat hebben we nog meer nodig? En dan doen we hier midden doen we lekker een koelkast. Twee koelkasten op elkaar. Kan dat? Nee, dat kan niet. Wat doen we in de koelkast? Uiteraard lekker wat Big Macs. Kan iedereen lekker eten. En dan even kijken. Wat moeten we nog meer doen? We moeten natuurlijk nog een veel grotere setup hebben. Er zijn veel meer mensen die willen gamen. Ongetwijfeld. Dus dan doe ik hetzelfde hier. Oh, wat? Ik heb hier misschien wel een slim idee. Kijk, doe ik aan deze kant allemaal computers. En doe ik aan deze kant allemaal computers. En dan doe ik aan deze kant allemaal stoeltjes. En dan doe ik aan deze kant allemaal stoeltjes. En dan kan ik hier kan ik nog ergens koelkasten neerzetten. Zul ik hier een hele rij met koelkasten? Laat ik dat zo doen. Hier komen alle koelkasten. Nice. Dubbele rij? Ja, nee, dat kan niet. Dat is een beetje raar. Of ja, weet je, dubbele rij. Waarom ook niet? Kijk dan, jongens en meisjes. Dit is toch amazing. En zullen we dan hier weer zo'n hele mooie ronde bank doen? Dat vond ik op zich best wel tof, eerlijk gezegd. Zo. Bam, bam. Ja, that's amazing. That's freaking amazing. Ik zeg het je eerlijk. Dit is toch een enorm vette setup. Als ik dit huis in real life zou hebben om met jullie te chillen, zou ik dat zo vet vinden. Kunnen we hier nog wat neerzetten? Een lange tafel. En dan zetten wij daar... We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen, jongens. Kijk dan. Oh my god. Kijk deze setup dan. Koelkasten. Wacht even. Hebben we energy drinks? Hebben we energy? We hebben geen energy drinks. Hebben we cola of zo? Iets? Ja. Oh shit. Ja, dit ga ik helemaal vol stoppen met cola. Dit gaat helemaal vol met cola. Elke koelkast. Ik wil dat er in elke koelkast cola zit, jongens. Speciaal voor jullie. Hop. Keetje. Bam. Iedereen kan lekker genieten van het suikerige cola drankje. En als iemand wat anders wil, dan fix ik dat natuurlijk ook wel. We hebben natuurlijk ook een privé butler. Ja, jullie dachten van niet, maar natuurlijk hebben wij een privé butler. Wij hebben zeker een privé butler. En die privé butler die heet Harold. En Harold, de privé butler, is een hele goede vriend van mij. En die zorgt ervoor dat jullie allemaal geserveerd worden, zodat jullie lekker kunnen gamen. En niks anders hoeven te doen. Dus wij gaan die privé butler even fixen. De privé butler Harold. Let's go. Oh shit, kijk. Harold de butler. Harold de butler. Kijk eens aan. Bam. Nice. Deze weg. Game mode 0. En bam. Oh, wacht. Oh, Harold. Harold, kom eens even hier. Harold, kom jij eens even hier. Jij bent Harold de butler. Harold de butler. Yay. Harold gaat ons voorzien van alles. Oké. En trap naar boven. Die kunnen we heel mooi hier zo maken. Oh, wat is daar gebeurd? Oh, wacht even hoor. Laten we dat heel even snel in game mode 1 fixen. Zo. En hier moet de trap naar boven. Dus pak even ladders. Hoppakeetje. Zo, wow. Oh ja, dit is natuurlijk van een andere man. Sorry. Die kunnen we niet gebruiken, want dan gaat alles helemaal fout. Nice. En hier komt dan de slaapkamer, waar iedereen lekker kan gaan flexen. Dus dat gaan we nu even fixen. Ik weet niet wat ik daar allemaal voor in petto had. Ik geloof ook een hele hoop ijsmachines en zo. We gaan het eens even checken. Ja, een hele hoop. Oh, een hele hoop bedden. Dat is bizar. Echt een hele hoop bedden. We gaan hier allemaal bij pakken. Ratatatata, met een hele hoop televisies en een hele hoop ijsmachines. Ja, dit wordt bizar. Dit wordt echt heel erg tof. We gaan het nu alvast fixen, jongens. Kijk eens aan. Hoe moet ik dat gaan indelen? Dat is een beetje de vraag. Nou, ik denk gewoon bed voor bed. Hè. Dus hier een bed. Hier een bed. We pakken alle bedden er weer bij. Hier een bed en hier een bed. Nog een keer twee bedden. En dan hier een bed en hier een bed. En daartussen krijgen we dan van die desks, zeg maar. Waar we gewoon even wat dingen op kunnen zetten als we dat nodig vinden. Of we kunnen er wel drinken in doen voor iedereen. Oh, wat zijn we toch ook een gunners, hè, jongens. Wat zijn we toch ook een gunners. We hebben die net hier gedaan, hier. Nou, een beetje drinken voor iedereen. Zo, niet te overdreven. Gewoon lekker voor iedereen wat te drinken. Kijk eens aan, jongens. Fantastisch. En dan krijgen we hier weer bedden. Want we gaan... Oh, er gaan hier zoveel leden van Team Dutch Uber kunnen slapen. Oh, wacht. En ik wil dat iedereen zijn eigen privé-tv TV heeft. Ja, kijk. Bam. Bam. Oh, nice. Iedereen heeft zijn eigen privé-televisie. We gaan ze zo meteen even allemaal aanzetten natuurlijk voor de sfeer. Oh, dit is bizar. Kijk dan. Yay! Hey, dit is al heel erg vet. En ik wil dat overal ijsmachines staan. Ik wil dat hier zo een hele rij is met ijsmachines. Waar iedereen ijs kan pakken. Jullie beseffen je niet hoeveel ijs jullie kunnen gaan eten hier, hè, jongens. Jullie beseffen je niet hoe ongelooflijk veel ijs jullie hier kunnen gaan eten. Dat is bizar. Kijk eens aan. Bam. De ijsmuur. Zo noem ik het. De ijsmuur. Dit is zo ongelooflijk tof. Ja, meer bedden. Ik ga dat toch even in game mode 1 doen. Want het doet veel te lang met die bedden. Dus ik ga dat gewoon even snel zo doen. En dan kunnen we zo meteen die desks wel allemaal zelf plaatsen. En kunnen we nog meer bedden doen? Ja, we kunnen hier nog een rij met bedden doen. Shit, jongens en meisjes. Nou, ik ben hartstikke tevreden.
beneden. Dan gaan we weer snel game mode 0. Zetten we die desks hier weer mooi tussen. Oh my god, ik zou hier gewoon willen wonen, man. Ik zou hier sowieso in de weekenden, zou ik hier wel met jullie willen flexen. Dat is toch hartstikke tof. Nou, daar plaatsen we. Wat hadden we ook alweer? Computers? Oh, dit is een computerrij. Dit is een computerrij. Voor mensen die zelfs s'nachts niet zonder computer kunnen, kunnen ze gewoon vieze filmpjes. Ik bedoel geen vieze filmpjes. Ik bedoel Minecraft spelen en SpongeBob kijken terwijl ze slapen. Of terwijl ze slapen, terwijl ze nog wakker zijn. En hier weer televisies. Kijk, bam, bam, bam. Oh, dit is zo nice. Dit is zo nice. Ik vind het echt legit heel erg vet. Zo en zo. Kijk eens aan. Wat kunnen we nog meer doen? Kunnen we nog ergens wat koelkasten kwijt? Of was dit het wel? Ja, dit is het wel, jongens. We just freaking did it. We hebben het epische clubhuis gemaakt waar iedereen kan gamen. Waar iedereen kussengevecht kan houden. Waar iedereen lekkere ijsjes kan maken. En lekker drinken kan drinken. Ik ben hartstikke tevreden. En we hebben onze eigen privé butler. En het is van... Oh, we ontbreken nog een hele hoop dingen. Ja, een hele hoop niet, maar we ontbreken nog wel wat. We ontbreken namelijk de item frames met allemaal lekker naaien erin. Want dat is de... Oh, en deze ontbreken we nog. En deze ontbreken we nog. We zijn nog niet eens klaar. We zijn nog niet eens klaar. Ik dacht dat we klaar waren. Nee, nee, nee. We zijn zeker nog niet klaar. We zijn pas net begonnen. We moeten nog een aantal dingen doen. We moeten sowieso al deze epische items nog plaatsen. En heb ik al die surprise eieren, of hoe je die ding ook noemt, die heb ik ook. Waar zal ik die neerzetten? Kan ik die hier neerhangen misschien? Dat zal wel echt super leuk zijn als dat kan. Kijk, kan ik het hier zo leuk neerhangen? Ja, dat kan! Oh, dat is super vet. Kijk dan. Dat is toch leuk? Oh, dat is zo leuk. En dan doe ik hier hetzelfde. En dan met de creeper eieren. Voor de gamers onder ons. Ja, dat is fantastisch. Kijk eens aan. En dan doen we hier weer de biggetjes. Hey, Harold, ga jij eens even aan de kant, joh. Dankjewel, Harold. Beetje in de weg staan. Durf je wel. Ik betaal je zoveel geld. En dan sta je alleen maar een beetje te chillen. Nee, hoor. Je kunt gewoon bij Harold terecht als je wat te drinken wilt. Oh, dit is echt zo tof. En dan hierboven de leaves. Nou, dan hebben we het toch wel echt redelijk geklaard als je het mij vraagt, hoor. Dan hebben we er wel echt een mooi clubhuisje van gemaakt. Ja, ik kan geen cadeautje van het clubhuis verwachten. Tenzij er een fan is geweest die mij een cadeautje heeft gegeven. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar ik gok van niet. Maar in ieder geval, ik wou het sowieso nog in mijn wereld hebben. Dus cadeautje of geen cadeautje, ik ben er sowieso blij mee. Kijk. Wow, dit ziet er zo vrolijk uit. We zijn nog niet eens klaar natuurlijk, want nu komen we al deze dingen hier nog. Dat is nice. Gaan we die gewoon afwisselen? Met groen en zo. Zo. Nou, kijk. We gaan het gewoon een beetje met elkaar afwisselen. Oké, dat is irritant. Ik ga het gewoon zo een beetje random plaatsen. Anders duurt het veel te lang. Hoppakeetje. Zo, hier, hier en hier. En dan wisselen we dat af met andere kleuren. Namelijk met groen. Die zetten we elke keer gewoon hiernaast, hiernaast, hiernaast. En dan gaan we de rest gewoon lekker met roze invullen. Hebben we nog roze? We hebben nog roze, jongens en meisjes. Roze is eigenlijk best wel een mooie kleur. Ik denk dat misschien zelfs roze na geel wel mijn lievelingskleur is. Timeset D. Het enige wat er ontbreekt zijn de ceiling lights. Die moet ik nog even plaatsen, zodat het een beetje licht is. Kunnen we hier nog wat leuks plaatsen? Laten we hier ook nog even wat leaves plaatsen. Ik weet alleen niet of ik daar genoeg voor heb. Ik gok eerlijk gezegd van niet. Zo, oeps, dat gaat wel heel snel kapot. Zo. Nee, we hebben niet genoeg leaves, maar dan doen we de rest gewoon heel even snel in game mode 1. Let's go. Kijk eens aan. Ik moet zeggen, ik vind het clubhuis wel echt heel erg epic geworden. En dan doen we hier gewoon alleen maar roze. Zo, hartstikke mooi. En dan hebben wij gewoon ons freaking clubhuis afgemaakt, jongens. In één aflevering een DutchTuber clubhuis. Alleen het dak nog. Het dak is ook belangrijk. Want als we geen dak hebben, dan is dat toch wel heel erg naar. Het lijkt me niet zo heel erg fijn als het begint te regenen en je zit in een huis zonder dak. Hé, doe eens even jullie tv uit. Oh, heb ik die net aangedaan. Maakt niet uit, maakt niet uit. Gewoon iemand anders de schuld geven. Oké, nou dit is in ieder geval super nice. Het is lekker gevuld. Ik denk dat ik hier ook bij moet stoppen. Ja, we hadden natuurlijk deze dingen nog. Ik weet alleen echt niet waar ik die nog zou kunnen hangen. Er is niet echt ruimte voor, denk ik eerlijk gezegd. Misschien kunnen we die boven nog ergens. Oh ja, dat kan. Dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Zullen we die hier zo neerzetten? Zitten de item frame muur? Laten we dit de item frame muur maken. En daar plaatsen we allemaal lekkere Big Macs in. Oh, dat is tof. Dat is tof. En waar doen we de zeldzame producten? Laten we die hier zo'n beetje verstoppen. Die doen we hier bij de hoofdbedden. Hier slapen de echte OP DutchTuber kijkers. Jullie zijn eigenlijk allemaal OP, maar het gaat even om het idee. Daar plaats ik dan zo'n epic diamant. Oeh, eigenlijk is de enige reden waarom ik dat alleen hier plaats. Omdat hier namelijk alleen maar een muur zit. Dus er is niet echt een andere reden voor. En de tools natuurlijk. Dan moet ik even wat diamonds weghalen. De super epische axe. De super epische sword. De super epische pickaxe. En de super epische shovel. Jongens, ik heb het clubhuis afgemaakt. En ik vind hem echt super epic geworden. Het enige wat er nog scheelt is dat wij een dak voor onszelf moeten fixen. Het is lekker druk, net zoals wij waarschijnlijk zijn. Dus we hebben het dak nog en dan hebben wij het officieel geklaard. Zo, nice, het dak. Nou, gaan we dat nog even fixen. Wordt wel een, oh, dat wordt wel een groot dak, man, bro. Oké, is niet erg. We gaan het dak even fixen. Ik heb alleen een soort van rare mini laggy lag. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Waarschijnlijk omdat er zoveel spullen in zo'n klein oppervlak zitten. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik een puntdak wil maken. Want het haalt misschien dan een beetje de focus weg van de regenboogdingen als ik in één keer een puntdak maak. Maar gewoon een klein dakkie, daar is helemaal niks mis mee. Oh shit. Welk huis vinden jullie nu het mooist in Not Survival? Nu ben ik toch wel benieuwd. Is het nu deze geworden? Ik hoop het maar.
Ja, wat kunnen we nog meer bouwen? Ik ben echt in mezelf, echt elke dag ben ik weer aan het nadenken van shit, wat ga ik nu doen in Not Survival? Ik kom elke keer wel weer op epische ideeën. We hebben natuurlijk zelfs al een onderwaterhuis gemaakt. Voor Nemo, daar moeten we zelfs nog een kijkje nemen. Oh my god, dat hebben we zelfs gedaan. Misschien moeten we een huis maken in het bos voor Bigfoot. Of moeten we een eng huis maken voor Slender. Oh shit, dat vind ik eigenlijk ook best wel een goed idee. Dat we een huis maken voor Slender. En voor wie kunnen we nog meer een huis maken? Zijn er nog meer Minecraft karakters voor wie we een huis kunnen maken? Er zijn er zo ongelooflijk veel. Ja, we zouden natuurlijk een huis kunnen maken voor een onderwater guardian. Ja, die heeft al zijn eigen huis, namelijk de onderwatertempel. Dus dat heeft niet zoveel zin. Ik heb trouwens nog wel heel erg veel dingetjes gezien. Ik denk dat jullie nog wel die aflevering kunnen herinneren dat ik dat random huisje ging onderzoeken wat ik ergens vond. Ik heb meer van dat soort dingen gezien in mijn wereld. En jullie ook, want ik zag dat namelijk in de comments. Van Job, ik zag meer random huisjes die misschien wel zeldzame loot zouden kunnen bevatten. Want de laatste keer toen ik zo'n random huisje onderzocht, zat er een schatkamer in, wat super gruwelijk was. Dus als ik vaker van dat soort random huisjes tegenkom die ik zelf niet eerder heb gezien, dan ga ik die in de video's onderzoeken. Dat lijkt mij in ieder geval een goed plan. Bam, kijk eens aan. En dat was ook zo'n serie, daar heb ik jullie wel vaker over verteld. Dat ging over allemaal kinderen die dan een hekel hadden aan volwassenen. En die hadden dan een enorme boom met allemaal huisjes daarin. Ik denk dat jullie je dat nog wel konden herinneren. Weet je wat ik altijd het irritantste vond aan cartoons? Als er bepaalde karakters waren waarvan je nooit het gezicht kon zien. Oh, dat vond ik zo ongelooflijk naar. Dan wou ik altijd weten hoe het gezicht eruit zag. Maar je zag dan bijvoorbeeld het gezicht maar tot en met hier of zo. Ik denk dat jullie dat ook nog wel weten. Oké, let's go. Bam, bam, bam. En de grappigste superbandiet vond ik altijd die Mojo. Zeg maar dat aapje uit de Powerpuff Girls. Die dan zo'n ongelofelijke hersenkap had. Je zag dan altijd een stukje van zijn hersenen. Dat was een aap. En die vond ik altijd zo grappig, hè? Oh my god. En had je ook nog zo'n soort van... wat is het? Een soort van enorm... Was ook in Powerpuff Girls. Een soort van enorme lange krab met zo'n roze bondkraag. Misschien is er wel een Powerpuff Girls mod. Dat zou best wel epic zijn. En dan had je natuurlijk nog die professor. Dat was de man die de Powerpuff Girls heeft gemaakt. En ook in de Powerpuff Girls, net zoals in SpongeBob, was er soms logica die ik niet snapte. Zoals bijvoorbeeld dat ze steenpapier schaar gingen spelen. Jullie horen het goed. De Powerpuff Girls die letterlijk geen vingers hadden, speelden steenpapier schaar. I don't know hoe ze dat van plan waren, maar ze deden het. Nou, laten we dit nog even hier doen. En dan hebben wij het dak afgemaakt. Ik ben toch maar gegaan voor dit dak. Ik vind het fantastisch. Ik ben hartstikke blij met het Dutch Uber Clubhuis. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar jullie mening. Dus laat dat hier beneden in de comments weten. Willen jullie nou dat ik in de komende afleveringen weer nieuwe huizen ga bouwen voor tv-karakters, Minecraft-karakters, game-karakters? En willen jullie dat ik weer huizen ga onderzoeken die ik eerder heb gebouwd om te kijken of er misschien een tof cadeautje ligt voor mij? Het Nemo-huis, het Teletubby-huis, het Alex-huis... Alex, ik weet niet hoe jij het noemt. Dan kunnen we dat doen. Dat doen we dan lekker de volgende aflevering. Dus jongens en meisjes, ik ben tevreden. Nog even één keer een short look inside. Bam, setupkamer met je eigen butler. En natuurlijk heerlijk drinken. En boven, kijk eens aan, de slaapkamer. Waar je ook nog lekker kunt gaan tv kijken of kunt gaan gamen. En lekker ijsjes kunt eten. Of een Big Mac uit de muur kunt pakken als een soort van Fabo. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.